Dag kijkers, vandaag hebben we een gesprek met twee bijzondere mensen uit Krimpende Waard, uit Lekkerkerk. Met Peter de Knecht en Tony Liddouw den Boon. We staan hier op een plek en ik ga Peter de Knecht vragen waarom hij nu deze plek heeft uitgekozen om te starten met deze reportage. Ja, dat is heel bijzonder. We staan hier op de werf aan Opperduit. En er is ook een bushalte, die heet hier Scheepswerf. Maar de scheepswerf is al lang verdwenen hier. Hier stond was de scheepswerf van Duivendijk, een belangrijke werkgever van Lekkerkerk. En daar werkte een familie, de familie den Boon. En over één van de zonen van de familie den Boon gaat het verhaal, gaat het boek. En omdat die familie hier veel heeft meegemaakt, zowel voor de oorlog in gelukkige zin als in het begin van de oorlog, toen alles anders werd, toen George gevangen werd genomen hier op deze plek op zijn verjaardag, de 21ste verjaardag, toen hier de Duitsers het huis binnenstormden en hem meenamen. Dat was het begin van een hele verdrietige periode in het leven van de familie den Boon. Tony, we staan hier op wat vroeger was Opperduit 35. Hier begint een stukje geschiedenis van het boek van wat over George den Boon gaat. Ja, het is voor mij ook heerlijk eigenlijk om hier te staan. Iedere boer die hier toen woonde, die zou ik nog uit kunnen tekenen. En we kwamen bij allemaal en het was vroeger geen enkele deur zat er op slot. Je kon overal in en uit lopen. En ja, dat was iets vertrouwelijks en veiligs. En dat was het ook, hoorde dat bij het geluk van voor de oorlog. Ja, en dat geluk werd op 28 november 1940 werd dat doorbroken. Wat gebeurde er? Hoe ging dat? Ja, plotseling stormden er de Duitsers binnen met veel geweld. En mijn broer wilde via de achterdeur ontsnappen, maar dat ging niet. We hadden ook een onderduiker in huis en dat was dubbele narigheid, want die werd ook gezocht. Maar de ellende kwam pas toen mijn vader in de gevangenis zat, want we hadden een dikke voorraad in huis en die werd totaal opgegeten, omdat mijn moeder 3 maanden zonder inkomen zat. En bij alle boeren konden we gratis de dingen halen die we altijd gewend waren om te hebben. Zelfs de kolenboer die daarnaast woonde, een NSB'er, en dat was kolenboer. En die bracht toch iedere week een half mut kolen zoals we gewend waren en een rekening stuurde die niet. Nee. Dus dan werd ze, als we hier waren blijven wonen, hadden wij de hele oorlog geen honger gehad. En nu moesten we weg. Toen zat uiteindelijk jouw broer George en je vader, die zaten beide vast. Ja. En toen gebeurde er van alles. Hoe is dat gegaan, dat hele proces? Je broer zat vast en ja, wat deden jullie, wat probeerden jullie? Hoe ging dat? Ik herinner me de hele eerste oorlogswinter als een vreselijke zwarte nacht. Je moest proberen berichten krijgen uit de gevangenis, kreeg je niet. We stuurden brieven, die kwamen niet aan. We kregen ook geen brief terug. Je wist niks, helemaal niks. En ja, het was en koud dat het was en sneeuwen en het was zo ellendig. Tony, een prachtige plek hier, maar hebben jullie hier kunnen blijven wonen in de oorlog? Nee, absoluut niet. Toen mijn vader uit de gevangenis kwam, toen kregen we bericht van de directeur dat we uit ons huis moesten. Dus, en dat was ook niet eenvoudig toen, want er was een huizengebrek. Maar het moest toch gebeuren. En we hebben gelukkig een huis gekregen. Het was heel jammer, want we zaten hier tussen allemaal bekende boeren. En dat had voor ons een stuk eenvoudiger geweest dan dat we nu helemaal bijna aan de wetering kwamen te zitten.
En waar je eigenlijk niemand kende en niet tussen de boeren zat. Dus een heel eind moest rijden om ook nog iets te pakken te krijgen. Toen het gebrek aan eten werd. Ja. Tonnie, ik zie twee namen hier op het graf. George en Gerrit. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is zo gekomen. Toen mijn oudste broer gestorven was, is die achteraan begraven. En wij vonden het wel fijn dat het Oplekkerkerk was. Want hij had eigenlijk nog nergens een vaste woonplaats gehad. Omdat hij ook in militaire dienst was. En toen mijn broer gefuseerd is. Toen gingen we op het kerkhof kijken en dan hadden ze precies zo in het verlengde van elkaar, net als dat je dat zo ziet, hadden ze dan een graf gehad. En dat vonden mijn ouders eigenlijk wel mooi, maar we wisten niet of we hem ooit zouden kunnen begraven, want we kregen het lichaam niet mee toen hij gefuseerd was. En toen vertelde de burgemeester, die vroeg waar mijn vader hem begraven wilde hebben toen na de oorlog, toen het graf gevonden was. En toen zegt hij, het kan me niet schelen, ik had dat mooi gevonden. Toen zegt de burgemeester van de Willigen, ja, maar dan had je dat moeten zeggen. Dan hadden we dat graf vrijgehouden. Ja, maar wij wisten natuurlijk niet dat we hem zo gauw zouden kunnen vinden. En toen zegt hij, nou dan proberen we hem op te graven. Dus toen is er toestemming gevraagd en toen is mijn oudste broer opgegraven en hier begraven. En toen is mijn andere broer er bovenop gekomen. En dat was dat. En dat was eigenlijk heel plezierig voor mijn ouders. Het was een heel bijzondere begrafenis, hè? Die begon. Het hele dorp liep, geloof ik, uit van het dorp tot... Ja, ongeveer tot de stoep daar bij... Ja, wij noemden dat vroeger in het begin de zandstoep. En vroeger heette het de trapstoep, want er was een trap naar beneden. Ja. En met militair eerbetoon, hoewel die natuurlijk niet als soldaat is gestorven, maar toch... vond hij zo mooi en toen heeft... dat vond mijn broer zo mooi als dat gebeurde. En ja, toen vonden we dat voor hem eigenlijk wel passend. Ja. Met een saluut? Ja, een saluut. We hebben er foto's van, hoor, een hele serie foto's. Omdat mijn... broer die net boven mij is, die was in militaire dienst in Indië. En die kon er anders niks van meekrijgen. En daarom zijn er zoveel foto's gemaakt. Wat natuurlijk helemaal niet de gewoonte was op een kerkhof. Ja. Het is ook heel fijn voor George dat zijn broer vlakbij hem ligt. Hè? Want ja, eigenlijk daar was hij vreselijk kwaad over ook. Hè? Hij gaf eigenlijk de Duitsers ook echt de schuld van het overlijden van zijn broer. Van dat bombardement in Rotterdam. Dat was natuurlijk ook gemeen, een open stad bombarderen. Dat is ook tegen het oorlogsrecht. Ja. Maar ja, die dingen gebeuren. En er was niemand die eigenlijk de Duitsers toen nog tegen kon houden. Ja. Dat was nu eenmaal zo. Dat aanvaarde je dan maar. Ja. Maar nu kunnen we hem toch wel tegelijkertijd herdenken. En dat is ook weer mooi. Want nou zijn mijn oudste broer, zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkinderen, die zijn er nou ook weer getuigen van om 4 mei hier te staan. Dat vind ik ook weer mooi. Tonnie, wat vind je allemaal bijzonder aan deze steen? Ja, ik vind eigenlijk... zo mooi dat die steen van mijn oudste broer, die staat rechtop. En dat is net of dat hij nu de wacht houdt over zijn jongere broer. Terwijl in het leven net
andersom was. En ik vind het ook heel bijzonder, en dat valt eigenlijk bijna niemand op, dat er op deze steen staat, niet dat hij door Duitsers is gefusilleerd, maar door de bezetter. En dat is heel wat anders dan het Duitse volk. En waarom is dat zo belangrijk, Tonnie? Ja, ik vind dat je niet een heel volk veroordelen kan om een periode wat er gebeurd is. Wel, kijkers, ik wil deze reportage graag afsluiten met een paar vragen. Eén aan Peter de Knecht. Peter, ja, waarom zouden mensen dit boek nog moeten lezen? Nou, dan ga ik even terug naar mezelf, hoe het begonnen is. Ik zelf wist ook niet dat George den Boon hier lag en dat dat een van de 18 doden was. En dat er een verhaal achter zit, zoals er eigenlijk achter elke verzetstrijder die anoniem is gebleven een verhaal zit. En daarom is het van belang dat, om daar kennis van te nemen en op die manier te beseffen dat achter elke naam op een monument een mens schuilt met zijn eigen unieke geschiedenis. Ik vind dat je daar geweldig in bent geslaagd. Bedankt. En Tonny, ja, wat er nu allemaal geschreven is, tevreden mee? Ja, zeer. En vooral voor de rest van mijn familie, het nageslacht ook. Want het bleef allemaal altijd maar vaag. En nu heeft het meer gestalte gekregen. Daar ben ik erg blij mee. Goed, kijkers. Ik kan u het boek aanbevelen. De jongste van de 18 doden, George den Boon. Graag tot de volgende keer.